Breda Nu. Je weet het meteen. Ja, menig voetbalvereniging in Breda zal wel jaloers zijn op deze vereniging. Het bestaat uit ongeveer 1000 leden. Dat is best wel veel voor een vereniging als voetbalvereniging Bavel. Ze hebben ook zelfs een G-team en die gaan we vanavond even volgen. En ik heb ook een gesprek met onder andere Christel. Goed zo. Zo. Ja. Christel, in welke hoedanigheid ben je hier in Bavel bij voetbalvereniging? Ik ben op dit moment bestuurslid van VV Bavel in de functie van voorzitter. En komende maand, op 12 november, hebben wij de ALV. En dan hoop ik als voorzitter gekozen te worden. En ik hoor dat je ook leider bent. Ja, klopt. Ik ben leider van mijn oudste, de JO 17-2. Heb eerst gedacht van nou, misschien moet je dat niet meer doen als je ook een voorzittersfunctie hebt. Anderzijds krijg je dan heel veel mee van bepaalde lagen van de organisatie. Je hoort heel veel en dat helpt bij toch wel af en toe probleempjes oplossen of dingen signaleren. Hoe is het G-team eigenlijk ontstaan? Nou, het G-team is 35 jaar geleden ontstaan op initiatief van Ad van der Put en Erik Joosen. Die toch het idee hadden van nou, wij willen de gehandicapten ook binnen onze club een plekje gunnen. Je ziet heel veel in de maatschappij dat gehandicapte kinderen meedraaien in de maatschappij. He, neem bijvoorbeeld restaurants waar ze werken. En van daaruit hebben ze gedacht van nou, dan maken wij daar ook een G-11-tal van. Zijn het geestelijk gehandicapten of lichamelijk ook? Ik denk dat het een combinatie van beide is op dit moment. Hoe zit het met nieuwe aanwas? Is het makkelijk aan nieuwe spelers te komen voor het G-team? Nee, op dit moment niet. Wat je ziet is dat we een hele harde kern hebben. Maar echt aanwas vanuit de onderkant hebben we op dit moment niet. En ik kan ook niet precies de vinger erop leggen waarom dat zo is. Maar we weten ook niet zo goed hoe dat we ze moeten vinden. Ja. Hebben jullie ook contacten met allerlei instellingen om misschien toch nieuwe leden te krijgen? Nee, wat we op dit moment zien is dat het G-11-tal zoals het nu staat ontstaan is vanuit het verleden. En 11 jaar geleden zijn daar Corné en Joke leider van geworden. Zij hebben veel contacten in België en van daaruit staat er de ploeg zoals hij nu is. Qua wedstrijden, spelen ze ook wedstrijden in België? Nee, ze spelen op dit moment alleen een competitie hier in Nederland. Het is wel een wat kleinere competitie dan de rest van de jeugd speelt. En dat komt omdat natuurlijk niet iedere vereniging een G-11-tal heeft. Welke activiteiten hebben jullie nog meer dan alleen het voetballen hier voor het G-team? Nou, wat ieder jaar georganiseerd wordt is het G-toernooi. Dat valt in juni. Waarbij we ook heel veel teams uit België krijgen. Een aantal jaar geleden, het was dit jaar het 11e jaar. En we zijn ooit begonnen met 4-5 teams. En ik denk dat we nu op een bezetting zitten van 20 tot 25 teams. Okay. En verder ook iets met de truckers, dat ze meegaan, had ik begrepen? Ja, nee, dat klopt. Uiteindelijk, buiten het G-toernooi, heb je hier in Bavel één keer per jaar het truckersconvooi. Leuk detail is dat degene die ooit dit G-11-tal heeft opgericht, Ad van der Put, nu in de commissie zit van het truckersconvooi. We praten dan over, ik schat, 120 vrachtwagens. Hè, waarbij vrachtwagenchauffeurs hun vrije dag opgeven om met de jongens rond te rijden. En uiteraard rijden er zoveel mogelijk ook van dit team mee. Corné, de leider van het G-11-tal, rijdt zelfs als chauffeur mee. Ja. Hoe zijn eigenlijk de spelers van dit team? Je hebt ze al ervaren? Ja, ik ben dit jaar zelf bij het toernooi geweest en op het moment dat je hier dan het park op komt, dan komt de warmte je tegemoet. Zoals ze dat in België zeggen, dan is er echt ambiance. Ze maken plezier. Meedoen is ook belangrijker dan winnen, is een heel belangrijk motto. En volgens mij hebben ze een hele gezellige groep samen. Het zit kerstuk aan de kant. Oh, goede bal. Pas op. Corian, jij speelt hier bij het G-team. Hè? Ja. Kun je er iets over vertellen? Met hoeveel spelers spelen jullie? Ja, dat ligt er zo wel aan. Meestal zijn we wel nu tegenwoordig met 9 man, want er zijn een paar man bijgekomen. Dus op zich begint het wel weer een beetje te vlotten. We hebben een paar seizoenen gehad dat we net met 6 man stonden en dan was het heel erg lastig om dan de competitie door te komen. Maar ja, Nu komt het wel goed.
Zijn de spelregels ook een beetje anders dan bij het gewone voetbal? Ja, sowieso. Buitenspel wordt bij ons niet aan gedaan. Want ja, we kijken allemaal wel voetbal. We weten op zich allemaal wel wat het is. Maar om dan nog eens een extra grensrechter erbij te gaan zetten die dat daarop moet gaan letten en zo. Ja, en de kaarten, dat wordt ook niet mee gedaan. Terwijl ik in mijn mening vind dat ze dat eigenlijk wel zouden mogen doen. Ja, maar jullie de spelers zijn toch hartstikke lief, die doen toch helemaal niks? Ja, dat ligt er ook wel aan. En in de snee van het spel dan gaat het er soms wel eens hard aan toe. En dan gebeuren er wel eens overtredingen die dat misschien net niet zo netjes zijn. Nee, dus ze kunnen er ook wel wat van. Ja. Dus wij zelf ook wel, hè, want we hebben op zich wel een redelijk fors team allemaal. Maar meestal proberen we het wel allemaal netjes op te lossen, handje ernaar aan te bijen en vriendschappelijk houden. Ja. Jullie spelen niet zo heel veel tegen andere teams, denk ik, hè? Jawel, op zich wel. We hebben een hele competitie. We zitten nu met verschillende teams in de competitie. Dus het wordt lastig dit seizoen. Ja. Wat is nou het belangrijkste? Winnen of gewoon plezier hebben? Plezier maken. Ja? Plezier maken en als je dan kunt winnen, dan is het altijd een bonus, hè? Ja. Wat is jullie doelstelling dit seizoen? Lekker voetballen. Ja. Lekker voetballen, plezier maken en we zien wel waar dat schip strandt. Ja. Jouw vader is hier trainer, maar als hij hier niet is, dan neem jij het over, hè? Dan neem ik het over. En tegenwoordig is dat wel redelijk vaak, dus de jongens aanschouwen mij ook al een beetje als trainer. Liever heb ik het niet, maar het is wel nodig nu. Dus. Ja. Wordt er wel eens gekankerd, gemopperd? Nee, daar ben ik absoluut op tegen en mijn vader zelf ook. Van het moment dat er één verkeerd woord wordt geroepen, dan gaat die speler er gewoon uit en dan komt hij naast de trainer staan en zegt de trainer wat er verkeerd is gegaan. Oké, dus houden ze zich daar ook wel aan? Ja, bij ons weten ze allemaal van het moment dat er één scheldwoord valt, is het gewoon even aan de kant, even bespreking en dan naar de rand niet meer. Het is nog nooit voorgevallen bijna. Marcus staat wel, hè? Marcus, eerlijk. Hij is gewend. Hey, tempo, tempo. Hey. Ik ga laten trainen een keer. Ja, vanavond zijn we bij de Bredase Rugbyclub aan de Ter Heidenseweg. Ja, je hebt allerlei teams hier. De Turven, de Benjamins, de Minis, de Colts, de dames en de heren. Ja, een hele leuke club in ieder geval. Je ziet het hier achter al, zijn de dames aan het trainen. Ja, we gaan enkele dames gaan we spreken. We gaan ook met de clubheldin spreken, Roos. Maar ook nog met Chef, die in het eerste van de heren speelt. Kom op. Het zijn teamgenootjes. Pasta met smek. Dat is wel lekker. We schillen elkaar even. Maar dat komt hier. Bal. Helemaal niemand. Rest. Kijk. Ik durf het niet als je niet smekt. Het zo, mooie. Dat mag niet. Jij ook niet. Ik zag het al. Het zo. Zee gaat het. Hallo. Echt wel. Zo van. Dank. Waarom is die bal dan? Nee, ik doe niks. Ik sta daar. Je bent toch zo dik, man. Moet jij? 64 kilo blauw, zet. Nop. Dan. Drive it. Bal, boys. Bal. Waar is die bal? Ja, kom maar. Oké, breed maar los. Roos, je bent clubheld hier bij de Bredase Rugbyclub. Wat betekent rugby voor jou? Ja, rugby betekent voor mij echt veel respect en gewoon een hele gezellige club. Ja. Hoe lang ben je eigenlijk al lid hier? Ik ben al sinds, ik loop nu al 12 jaar loop ik op de rugby rond. Ik ben begonnen toen mijn dochter ging rugbyën. En dat heeft me heel erg enthousiast gemaakt. En mijn dochter, samen met een vriendin zijn we begonnen om een damesteam ook op te richten. En dat natuurlijk heel belangrijk is dat de dames gewoon goed door kunnen stromen. En dat is goed gelukt. We hebben ook binnen de club echt wel heel veel meisjes rondlopen. Ja. Maar zelf nog actief op het veld? Nee, jammer genoeg niet. Ik heb slijtage aan mijn knieën. Dus, ja. Maar dat is niet alleen door de rugby gekomen. Dus, Wat is eigenlijk leuk aan rugby?
Nou, je kunt er echt alles in kwijt. Alle type mensen kunnen meespelen. Dus ben je licht, dan ben je vaak een snelle renner. En ja, het is gewoon heel verschillend. Ja. Jullie kunnen nog een aantal dames en meisjes gebruiken, hè? Ja, zeker. Want we willen ook heel graag een tweede damesteam oprichten. En ja, dan zou een paar dames zijn van harte welkom. Ja. Moet je per se stoer zijn? Nee. Je kunt ook gewoon. Je wordt vanzelf stoer, denk ik, als je het speelt. Dus, maar waaraan moet een goede rugbyster voldoen? Ja, die moet zeker wel tegen een stootje kunnen. En dus je moet wel een beetje klap op kunnen vangen, maar dat is op zich geen probleem. Ja, je bent clubheld, maar je doet ook mee aan de competitie van de clubheld van Breda, hè? Ja, en het gaat hartstikke goed en dat voel ik me zeer vereerd. Chef, wat betekent rugby voor jou? Nou, heel veel. Nee, ik ben nu mijn 18e geswitcht van voetbal naar rugby. En sindsdien is zondag is heilig. Zondag is rugby. Is voor mij de ultieme teamsport. Zowel op mijn werk als privé vind ik het belangrijk om samen de schouders eronder te zetten en verschil te maken. En dat is voor mij rugby. Je kan je teamgenoten niet in de steek laten gedurende 80 minuten. Zo doe ik het al 20 jaar eigenlijk. Dus, Je speelt in het eerste, hè? Ja, weer. Ik was eigenlijk 2 jaar geleden afgezakt naar het tweede. Maar doordat een aantal mensen weg zijn gegaan bij het eerste, heeft de coach me nog teruggevraagd. En weer met veel plezier knallen we er weer in op zondag. Ja. Ja, die tafereelen bij het voetbal, die komen hier bij het rugby nooit voor. Nou, we mogen professioneel duwen, zonder dat het een overtreding is, dus dat doen we wel. Maar het praten tegen de scheids, dat doet onze captain. En voor de rest heb ik nooit adem over om te verspillen aan schelden op een scheidsrechter of op een tegenstander. Dus respect is heel belangrijk in het rugby? Dat is de basis. Het is een agressief spelletje. Dus als je daar niet discipline en respect in hebt, ja, dan, wordt het, dan is het niet te spelen. Dus het is echt de basis van het spel. Ja. Goed, ik wil een paar vragen stellen aan twee dames die rugbyen. Jouw naam is? Ik ben Lisa. Ja, hoe lang rugby je al? Nu sinds een jaar of 5 zoiets. En jij, wat is jouw naam? Ik ben Renske en ik rugby nu 11 jaar. 11 jaar. En hoe doen jullie het op het moment? Want ik heb begrepen dat jullie gewonnen hadden afgelopen weekend. Ja, we zijn nu naar de promotiepool gegaan. Dat betekent dat we eigenlijk in de eerste klasse blijven, sowieso. Maar we kunnen ook promoveren naar de ereklasse. En dat is eigenlijk het hoogste niveau wat wij kunnen spelen in Nederland. Oké. Ja, jij bent aanvalster of verdedigster of ben je het allebei? Ik ben voornamelijk aanvalster, ja. En in het rugby werkt dat ietsjes anders. Normaal gesproken, als je het hebt over een back in voetbal, denken de mensen dan vaak aan een verdediging. Ja. Bij de rugby is dat juist de aanval. Zowel Renske als ik staan allebei in de aanval. Alleen dan wel weer op iets andere posities. Oké. Ja. Maar jullie moeten ook proberen om tackles te ontwijken? Ja, we moeten ze ontwijken en we moeten ze maken. Alle twee. Ook we moeten ze ook maken. Ja. Oké. En hoe doe je tackles ontwijken? Is het moeilijk? Ten eerste flink snelheid erin. Hard rennen. Maar dat doen we ook met verschillende bewegingen. Dus verschillende looplijnen. Met een handoff. Dus je mag iemand ook afweren. Ja. Je kan ook altijd nog een schijnbeweging doen natuurlijk. Oké. Een kickje eroverheen kan ook. Dus ook in het rugby wordt ook met wel eens geschopt tegen de bal. En dat noemen we dan wel een kick. Ja. Dus, ja. Maar het is voornamelijk de bal vasthouden en maken dat je naar de overkant komt. Precies, ja. Keihard rennen. Ja. 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 Je bent echt geen watje volgens mij, hè? Nee, ik denk het niet dan. Nee. Nee, maar je moet, als je een beetje bang bent, dan kun je beter niet aan rugby doen, denk ik. Je kunt altijd over je angst heen komen, maar het is wel handig als je een beetje pit hebt, zeg maar. Ja. Jullie kunnen toch weer wat dames gebruiken, geloof ik, hè? Ja, we kunnen zeker nog veel dames gebruiken. Ja. Dus dan mogen ze hier naar het Rijdense Weg komen en dan kunnen ze een keertje een proeftraining draaien. Ja, het Rijdense Weg, Bredaanse rugbyclub. Ja. We willen graag het tweede team, dus dat zou echt super leuk zijn, super gezellig. Ja. Want hoeveel dames? Je mag 6 weken gratis meetrainen, dus mocht je dat nog overtuigen. Ja, dat is niet verkeerd in ieder geval. Wat doen jullie?
Ja, 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 kom maar, jongens. Pak hem! Oh, helemaal goed. Zeker touch. We spelen over de hele breedte. Breda nu. Je weet het meteen.